de PWX. 8:30 s'avonds, ik heb natuurlijk even gezongen. Hij is nu dicht. Wacht. Ik heb even allerlei dingen gekocht. Nieuwe kussens. 8 nieuwe dekens. Allemaal bouwmateriaal. Als ik nou kussens en dekens en kussens lopen, lakens, bouwmateriaal. Of als ik dat soort dingen koop, hier een plank om te strijken. Voor de strijkbout, die heb ik al laatst gekocht. Als ik die dingen koop, dit soort dingen, heb ik echt heel veel. Ik koop altijd die nieuwe dekens en nieuwe hier even dekens. Dan moet ik altijd denken aan die watjes. Die leerlingen die dan hier komen. En er zijn enkele hoor bij. Die dan mopper. Oh, ik heb een oud matras. Oh, dit is vies. Dat is niet waar. Lakens zijn niet vies. En die zijn niet kapot of zo. Ik zorg ervoor dat alles wat ik heb, matras, dekens, lakens, kussens, kussenslopen, alles in goede staat is. Alles. Dat is altijd zo geweest en het zal altijd zo zijn. En als je een keer iets hebt waar een vlek op zit, dan rouw je die maar om. Shiggles. Ik moest 2 keer naar binnen. 200 euro's, hè. 200 doekies. Voor mijn spullen weer. Verder ook. Zo lekker kan verven. Super. Ja, shiggelpuntjes voor de Mac. Beetje donker hier. Maar ik bestel een koffie met melk. Wacht, ik ga even opnieuw opnemen. Daar ben ik dus. Shiggelpuntjes ook voor mijn telefoon. Waar de flits niet van aanging. Hé, ik heb bestel een koffie met melk. Grote en een muesli. Lekker yoghurt muesli. Hoef ik niet tijd te verdoen met eten in Keulenwas. Ik had het gezellig met mezelf, maar dat is dan nu. Het is al 9 uur. En ik krijg er 2, want weet niet. Ik ben alleen. Oké, okay. Nou goed. Kijk, ik trapte erin, want ik betaal de 5,60 euro. Dus ja, er werden geen slapende honden wakker. Hoe zeg je dat? Ik ging geen belletje rinkelen bij mij. In Nederland zou muesli en koffie 5,60 euro kosten. Maar hier is 2 koffie plus een muesli is 5,60 euro. Nou, dan heb ik nog wat te doen vanavond. Koffie drinken, lekker man. De tank, hè? Kijk, dit zijn nog eens prijzen. Diesel 1,32 per liter. Dus gaan vol tanken. En volgens mij kan ik bijna vanaf Broeswatje naar Wageningen rijden op 1 tank, 90 liter. Zondagochtend en daarmee is de derde week alweer sloes. Beetje hoofdlast in mijn hoofd, zwaar geslapen. Ik heb gisteren, zou ik rustig werken, heb ik ook gedaan. Rustig dacht ik. Maar toch enorm warmte. Ik weet niet, het was niet warm, het was 30 graden, was eigenlijk wel lekker. Maar dan toch als je buiten bent, heel veel zweten en broeierig of zo. Het hakte dan in. Dus een beetje last van mijn hoofd. En ik heb net even meegedaan aan de kerkbijeenkomst via Zoom, hoe ze dat nog steeds. Dus de coronatijd als erfenis. Kun je, als je er niet bij bent zoals ik, dan kun je toch meedoen online. Maar nee, mijn hoofd. Moe, kijk naar mijn kop, man, die ogen zien, ziet er niet uit. Oké, nou, laat maar een beetje rustig houden. Kijk, ik zit hier met vest. Het heeft geregend, afgekoeld, een beetje de deur open. Warmte valt eigenlijk dit jaar wel heel erg mee. Zo, eventjes in ontspanning. Laagje over de daftenstafel. Met tegeltjeslijn. Maar is dat... Zit het vol met klontjes. Je krijgt er niet uit. Anders dan te gaan strijken. Dus even kijken of dat wel werkt. Dat gaat wel werken. We zijn wel even aan het werken dan. Goed, en daarna als dit een beetje droogt. Niet gaan regenen. Dan ga ik dit... Helemaal glad. Nou, niet strijken, maar wat heb je dat noemt? Met een spons.
glamuren bijna met de spons. En ik verwacht daar veel van. Dus dit hoeft niet helemaal 100%. Want die spons doet dat 100%. Pet op, zo zie ik. De zonnetje. Stuur op de laatste pit. Altijd te winnen als je hier komt en meedoet in de competitie voor de Klus Award. Of een andere quiz of zo. Ook altijd leuk. Nou, even door. En dan maak ik wel weer het klaar, hè, als het af is. Oké, dat is de laagje tegeltjeslijm. Je ziet dus dat er nog strepen op zitten. Ja, die kan ik alleen met die spons afkrijgen. Ik heb ook een beetje te veel materiaal gemaakt. Dat is jammer, want ik heb een oude zak gebruikt en daarom zitten die klontjes in. Nou, alleen die nieuwe had gebruikt, had ik voldoende gehad. Maar goed, nou maar even kijken. Even laten drogen. Tweede koffie voor vandaag. Even pauze en dan uitstrijken met spons. This is me met goed gedrag. Wat is mond? Time to change clothes. Vandaag loop ik eigenlijk ook wel een beetje met trots door het kamp. Ik kan wel kijken naar al die benden die er is en zo. Maar goed, sommige dingen zijn ook benden omdat het gewoon, niet aan toekomt nog. Of gewoon kijk, die planken liggen daar gewoon om gebruikt te gaan worden. Dus toch met heel veel spullen ook wel zo dat ik. Kijk, klim nou even de ding op, de toren, op het Olijfbomenplein. En het plein, dat krijgt natuurlijk water, omdat hier nogal geulen in die planken zitten. Dus ik nou over te denken om die dicht te gaan maken. En even een plan maken, hoe dan? En zodat je beneden is het dan droog. Dan kun je op een soort huisje, een droog terras, als het regent, kun je daaronder schuilen. Ik heb al ideeën, latten te zagen met de cirkelzaag. Allemaal latjes en dan met acrylkit afdichten, zoiets. Ik laat het even op me inwerken. Zo, even een tafeltje maken van een oude deur. En er staan nog twee in de wachtrij. Tafel ready, tafelblad ready. Beetje een verf nog. Wat door rood. Volgens mij wat dat. En dan die tafels toch ook. En dan ga ik nu naar de achter. De tafeltennistafel, die ga ik even glad strijken, hoop ik. Nou, laten we dit live doen. Controle. Kijk, als ik met mijn vingers veeg, dan veegt het nog nat weg. Dat is niet goed. Maar eromheen veegt het nog is het droog. Je kan zien dat ik met mijn vingers overheen ga, dan. Dat is eigenlijk perfect. Dus dat het nog net een beetje vegen maakt. Hier, kijk, hier zie je het. Het vegen maakt. Dus dan kan ik met. Het mag geen profiel achterlaten. Dat is hier dus wel. Je krijgt mijn vinger er doorheen. Maar ik ga het toch doen, want samen is het misschien net goed. Dus goed in het water. En dan zo'n ronde beweging maken. En dan helemaal dicht poetsen. Dit is satisfying. Merk ik, dus dat betekent dat het goed gaat. Dus ik ga even lekker door, zonder dat jullie meekijken verder. Ja, dat gaat wel oké. Kijk, er zit alleen waterbubbeltjes erop. Dat is wel echt wel strak. Het is bijna klaar voor de wereldkampioenschap tafeltennis. Alleen hier achterin is het nog, de bovenop is nog te nat. Dus dan moet ik even zo terugkomen. Eerst wat drogen, anders maak ik er juist. En een gleuven in, zoals je hier kunt zien. Dus even drogen. En hier is het wel glad. En wat je ziet, een gleuven, dat is water. Perfect. Gewoon even drie tafels met elkaar gezagd.
Vandaag geniet ik echt van dit kamp. Het is zo lekker rustig en gewoon een beetje opruimen. Het is een grote bende, maar het was gewoon fantastisch mooi allemaal. Leuk hoor. Zo, direct even in de Lazuur die ik gisteren tenslotte bij de PWX gekocht heb. En ja, het kan natuurlijk ook gaan regenen. Dat is vannacht ook geregend. Dan heeft het ook iets van bescherming. Spiegelglad. Je kunt de benen op schaatsen. En voor zover dit nog iets van ruwheid zou hebben, korreltjes, dan is dat met de betonverf komt er overheen. Wat gewoon glad. Erg mooi man. Tafeltennis. Zo, we reden lekker naar Simplek. Ik had nog het lijm over. Dan moest ik nog gebruiken. Een hele bak vol met tegeltjeslijm. Dus over dat kamppaden gesmeerd. Ik was helemaal op het cement en ik ben gewoon in de bus al gestapt en hier lekker maar afgespeeld. Nou, niks te mopperen. Kopje erbij, lekkertje water erbij. Er zijn heel weinig mensen. Dus 20 mensen totaal. In het water voor kinderen trouwens daarvan. Dat is bijna niks. Omdat het vannacht geregend heeft. Met watertemperatuur is naar mijn beleving hetzelfde als anders. Dus lekker afkoelen.